Onbedoeld, maar toch. De moord op de Bulgaarse prostituee twee weken geleden heeft ervoor gezorgd dat het A-kwartier weer op de politieke agenda staat. Bewoners en ondernemers worden al jaren geconfronteerd met de schaduwkant van de rosse buurt, zoals de overlast van drugsdealers. Ze zijn het zat, maar durven daar niet openlijk vooruit te komen. Incidenten uit het verleden ja, zijn aanleiding voor bewoners om te zeggen: van nou via meldpunt overlast of via 112. Nou, dat durf ik nog wel, maar uh, niet in het openbaar. Nee, spijtig. En dat is nog zacht uitgedrukt, vindt men ook op het stadhuis. Dat is een verantwoordelijkheid nummer één natuurlijk voor, voor elk gemeentebestuur: is dat je de veiligheid van je, van je burgers kunt, uh, kunt garanderen. Dus het is op zich als signaal buitengewoon ernstig. De vraag is echter: wat doe je eraan? Welzijnswerkers en raamexploitanten roepen al jaren om extra maatregelen en zien zich gesteund door een rapport van onderzoeksbureau Intraval uit 2009. Intraval heeft aangegeven dat in het aquatier eigenlijk nooit maatregelen zijn genomen, zoals cameratoezicht of straatverlichting. Cliënten hebben daar inderdaad ook om gevraagd. Is niet gebeurd. En ja, cliënten krijgen een beetje de indruk dat de gemeente er ook maar bij laat zitten. Want ja, misschien staat ze dan ook wel sterker in de procedure, denkt de gemeente. De gemeente zou dus niet gebaat zijn bij een structurele aanpak van de overlast, omdat daarmee de noodzaak tot sluiting van de Rossebuurt zou komen te vervallen. Feit is dat de gemeente tot nu toe geen enkele concrete toezegging heeft gedaan. Ik vind dat de burgemeester als burgervader zich in ieder geval daar zorgen over moet maken. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we in een vrije Nederland onze mening niet durven uit. Omdat we ons bedreigd voelen. Maar ook de exploitanten en wij als buurtvereniging hebben daar ook een rol in. In ieder geval een signalerende rol en meedenken over oplossingen die de buurt leefbaar houden. De PVDA en de VVD in de gemeenteraad nemen alvast een voorschot op die discussie. Ze hebben een spoeddebat aangevraagd over de mogelijke invoering van cameratoezicht in het A-kwartier. Het debat staat voor volgende week woensdag gepland.